Provinciebestuurder Jules Ieding van de SP is erg teleurgesteld in minister Verhagen van Economische Zaken. Verhagen zei gisteren dat proefboringen naar schaliegas in Boxtellenharen gewoon doorgaan. En daarmee negeert hij het verzoek van de provincie om voorlopig af te zien van proefboringen. Schaliegas is gas dat kilometers diep in de bodem zit. De manier waarop het gas uit de grond wordt gehaald is omstreden. Het zou nadelige effecten kunnen hebben op bodem en grondwater. Maar volgens Verhagen zijn boringen naar schaliegas helemaal veilig. De provincie hield zich hierover vroeger altijd op de vlakte. Maar de nieuwe provinciebestuurder Jules Ieding kiest partij. Nou, ik vind het uitermate teleurstellend en het getuigt van minachting voor de mensen in Brabant die zich ernstige zorgen maken. En ik vind, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. En dat, ja, dat is eigenlijk weer de volgende stappen in dit kabinet. Eerst gemeente minachten over de sociale werkplaatsen, nu dit. En er is alle reden om eens wat beter stil te staan bij wat we aan het doen zijn met dat schaliegas. In de Tweede Kamer is ook verzet tegen de beslissing van Verhagen. GroenLinks wil dat de Kamer door deskundigen wordt voorgelegd over de risico's van het boren naar schaliegas. De SP in de Tweede Kamer is ook tegen de proefboringen.